In samenwerking met de KBO en de Club van 100 van de Teugelders van Ganzendonk uit Beekendonk werd een gezellige carnavalsmiddag in het Anker georganiseerd. Als ik wist waar lang van huis ben geweest, kom ik dan weer thuis, best op jou denken vis. Een muziekcentrum het Anker op deze zaterdagmiddag. Een carnavalsmiddag van de KBO, georganiseerd door de Club van 100. Zeg ik dat goed, Mario? Ja, dat klopt. De Club van 100 van de Teugelers die organiseren samen met de KBO deze middag. Ja, dat dacht ik. Het is lekker vol. Het is heel gezellig. De mensen amuseren zich. Ben jij als voorzitter van de Club van 100 ook dik tevreden? Ja, we zijn zeer dik tevreden. Het is nagenoeg uitverkocht. We hebben mooie optreden. Het loopvak, veel vrijwilligers die meehelpen. Want dat is, ja, een vereniging zonder vrijwilligers bestaat niet. Veel vrijwilligers die meehelpen. Het loopt op rolletjes. Het ging fantastisch. Nou, mooi toch. We zitten nog een week voor de carnaval. En het is ook altijd leuk als zoiets georganiseerd wordt. Het is een leuke accommodatie, een lekkere mooie zaal, prachtig podium, mooi aangekleed. Het ziet er allemaal stralend uit, dus ik denk dat je een tevreden voorzitter hier bij me staat. Ja, een hele tevreden voorzitter. Het is wat gezegd, een mooie zaal, mooi aangekleed. De versiercommissie heeft goed zijn best gedaan om het in een hele korte tijd aan te kleden. Vorige week was hier de Slag om het Anker, overigens ook fantastisch, hartstikke mooie avond was dat. Als je dan ziet in een week tijd, helemaal omgebouwd, het schip, de Teugelschip steekt op het podium, alles helemaal omgetoverd naar een Teugelzaal, fantastisch. Ik ben zeer tevreden. Ja, we hebben vanmiddag een impressie gemaakt van wat er allemaal optreedt. We kunnen natuurlijk niet alles uitzenden, want het is een paar uur durend programma wat hier gepresenteerd wordt. Maar we hopen dat de kijkers in Laarbeek en in Gimmerbakel toch een beetje genoten hebben hoe dat ze in Ganzendonk carnaval in het VUR-programma hebben. Ja, dat is ook echt de bedoeling. Geniet ervan. Het is een mooie middag. Nogmaals, inderdaad, mogelijk gemaakt door de Club van 100 en de KBO. Het voorprogramma, eigenlijk een beetje het vergloeien, was om in Brabant altijd vrijdags voor de carnaval doen. Dat doen wij dan al twee weken voor de carnaval. Een beetje vergloeien voor de carnaval. Voor de mensen die zeggen, nou, wij willen graag toch nog carnaval vieren. Eigenlijk in de middag, zoals hier in het Anker, daar willen we. Daar is het voor georganiseerd namens de Club van 100 en de KBO. Zo organiseren we natuurlijk ook op woensdag voor de carnaval, woensdagavond voor de carnaval in de recht in de middag. Voor de mensen die zeggen, nou, wij kunnen eigenlijk niet meer naar het Anker komen, maar we zouden toch graag een carnavalsavond willen hebben, dat organiseren we daar. Op woensdagmiddag en woensdagochtend gaan we met het opkikkertje rond. Mensen kunnen zich, en daar doe ik deze ook weer een oproep op, geef mensen op die in jouw omgeving zijn, die behoefte hebben aan wat aandacht, die een pechjaar gehad hebben of die ziek zijn. Jongens, we denken eraan, daar is de Club van 100 voor. Daarvoor komen we graag langs met een geschenk in de vorm van een bloemetje en een fruitschaal. We denken aan die mensen. Carnaval is voor iedereen, ook voor de mensen die niet kunnen. Ja, dat is een wijze woorden. Wij gaan afsluiten, want we hebben nog een heel programma hier in het Anker af te werken. Dus tot zover, beste kijkers, de carnavalsmiddag van de Club van 100 en de KBO. Zeker goed. Ja. Dankjewel voor het interview, Mario. Graag gedaan. Tot ziens.